Sinds 1 juni is er statiegeld op blikjes en ik sta hier bij de supermarkt aan het Raadhuisplein. Hey, en we staan hier bij de automaat. Is het nou ingewikkeld geweest om het allemaal aan te passen voor die blikjes? Nou, in principe het apparaat was erop ingesteld al dat het zou gaan gebeuren. Alleen wij merken wel dat hij best wel wat foutmeldingen geeft op dit moment. En dat heeft ermee te maken dat de vuiligheid zeg maar, van de blikjes, dat koekt aan in het apparaat. En daardoor geeft hij snel een storing. Daar is het bedrijf mee bezig, dat ik weet. Maar dat merken wij wel, dat met name voor ons echt extra werk is. En omdat er nu veel meer blikjes worden ingeleverd, zit er aan de achterkant natuurlijk ook een stroming dat veel sneller gaat. En blikjes die nog niet werken, die moeten gedeponeerd worden in de prullenbak. En ja, die prullenbak die hoopt nog wel eens op. Ja. Daardoor. Ja, dan moet je heel vaak legen kennelijk. Ja, omdat er is natuurlijk een overgang van blikjes zonder statiegeld naar blikjes met statiegeld. Dus echt de blikjes zonder statiegeld logo kunnen ook niet ingeleverd worden. Ja. Dus die moeten dan gedeponeerd worden in de prullenbak. Ja. Nou, we staan nu aan de achterkant van het apparaat en ik had verwacht dat hier een paar jongens stonden om alles te sorteren, maar er staat niemand. Nee, nou we hebben hier dus een band waar het dus allemaal op komt, dus eens in de zoveel tijd sorteren we dat wel. Flesjes gaan inderdaad in kratten en de blikjes en flessen gaan bij elkaar in zakken. En dat knopen we dicht en dat wordt dan weer opgehaald door Jumbo en dan gaat het weer mee naar Jumbo terug. Ja. Maar dat komt gewoon allemaal door elkaar heen hier op ja, de band? De flesjes komen op de band en de blikjes, dat kunnen we zo zien, die komen in het apparaat. Oh, nou je hoort het nu. Wanneer komen er hier mensen om het te sorteren? Om het kwartier, om het half uur. Oh. Dus dat is maar net ook, wij krijgen een melding ook als er iemand bij de flessenband een vraag heeft. We krijgen een melding als de band vol is, dus dan kunnen we heel makkelijk hier naartoe. We kunnen gewoon via de winkelingang, dus dan gaan we hier naartoe gaan sorteren. Okay. Op het moment dat wij dus dat het achterrecht vol staat, dan krijgen we dus ook een waarschuwing door het apparaat van joh, de flessenband staat vol. En dan kunnen we ook hier op het knopje drukken als klant zijnde, om dus voor te zorgen dat er een medewerker komt als er vragen zijn. Ik heb nog één vraag over het goede doel. Wie bepaalt eigenlijk wat het goede doel is? Dat bepalen de goede doelen zelf. Dus die komen hier naar ons toe met hun goede doel. En die vragen aan ons van, joh, zouden wij bij jullie bijvoorbeeld een maand als goed doel mogen hangen? En dan zeggen we daar ja of nee op. En tot nu toe is het eigenlijk altijd ja geweest. En dan in overleg komt er een blaadje bij te hangen. En dan eens per maand wisselt het goede doel. Ja, ja. Dus de goede doelen mogen uiteraard altijd bij ons gemeld worden. Ja.